Met wortels en al gingen we vlak achter het huis van Remmelt en Inlangers. Wat zit ons dat allemaal nog in het geheugen? Die zware sterren. De steen en roos had er ook orde van liggen. En de wegen waren haast versperd. Mensen moesten met de zorg erbij om te zien dat ze alles weer vrij en los kregen. En dat is het dak van Mennegas in Schuur. Dat dak is gewoon oplicht. De fietsen anders de boom. En vee van Jans Oosting, dat werd ook dakloos. Stond zomaar in open lucht. En hier zie je beelden van de schade aan de bossen, aan de campings. Een uitkijkpost ondersteboven. Boom afknapt als lucifersdoggies. Het was één groot geweld dat dit bos en over het dorp ging. Het is nog een wonder dat er toen niet meer ongelukken gebeurd is. En staak er van zomer omhoog. Met sleur door de storm en op de kop weer deel kwankt. Hoomansboerderij. In het witzaad. Dak in wijf. Jongens, wacht ik eens horen. En de tv-antenne is afknapt. Zo gauw als het weer kon, gingen ze het dak op. Panden weer opleggen. Het was ook maar even of alle panden waren verkocht. Strobulten onder de boom. Het plastic dat flodderde en fladderde over de ijs. Alles in de storm. Op de peert.